Nou, we zijn in het Siemens Center op Heijplaat. En vertel eens wie je bent en wat je hier doet. Hallo, ik ben Irma Bijl. Ik ben gebiedsmanager bij de deelgemeente Sjaarloos voor de wijk Heijplaat. En wat doe ik? Ik vier vandaag, in ieder geval vanmiddag, de dag van de duurzaamheid. En waarom bent u nou speciaal hier naar Heijplaat getogen? Ja, vooral omdat er vandaag eigenlijk de start is van het project Duurzaam Heijplaat. Een project dat bestaat uit heel veel elementen waar bewoners samen met energiebedrijven, de gemeente en het havenbedrijf gaan kijken hoe we de komende tijd duurzaamheid in Heijplaat verder kunnen brengen. Energiebesparing, gezonder eten. Maar er wordt ook geprobeerd om Heijplaat, het bestaande dorp, duurzamer te krijgen. Is dit de eerste keer dat dat gebeurt? Het is de eerste keer op Heijplaat, het is de derde keer in Nederland dat het gevierd wordt. En duurzaamheid is natuurlijk niet alleen maar spaarlampen indraaien of energie besparen, maar het is ook een stukje sociale duurzaamheid. En we hebben hier al heel veel duurzame initiatieven natuurlijk op Heijplaat, zoals een ruilwinkel bijvoorbeeld. Nou, ruilen, wat is er nou duurzamer dan ruilen? Dus het past ook heel goed bij het huidige Heijplaat. Dus daar bouwen we gewoon op voort. Ik heb een auto gemaakt met een zonnepaneel erop. Een concreet project opnoemen, wat er gebeurt. Nou ja, een van de projecten die zie je hierachter, dat is er een soort van scans worden gemaakt, warmtescans van huizen. Dan kan je zien waar je huis warmte lekt, waar je dus zou moeten isoleren of dubbel glas moet plaatsen. En dat is bijvoorbeeld zo'n concreet project wat bewoners van Heijplaat helpt om minder energie te gebruiken en dus ook heel veel kosten te besparen. Oké, meneer Joskoen, u heeft zojuist de handelingen verricht. De eerste duurzame lamp. Ja, dat is LED-verlichting. Het verbruikt heel weinig energie. En we gaan heel Heijplaat duurzaam maken en onder andere ook de verlichting waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Dus dit is de eerste lantaarnpaal die met LED-verlichting is. En Heijplaat is de eerste wijk van Rotterdam waar de straatverlichting ook duurzaam wordt. Ja, dus alle lampen op Heijplaat die gaan dit soort LED-verlichting krijgen wat weinig energie verbruikt. Precies, maar we gaan heel Heijplaat willen we energie-neutraal maken. Dus we proberen ook hier ook energie op te wekken met zonnedaken op de loodsen van de RDM of op andere loodsen. We proberen misschien nog een windmolen erbij, maar ook de huizen proberen we zo energiezuinig mogelijk te maken. Er komen slimme meters bij de mensen en ook dat proberen op alle mogelijke manieren het energieverlies tegen te gaan, maar ook duurzame energie op te wekken. Overal in de wereld probeert men het een beetje duurzamer te maken. Is Heijplaat een soort speerpunt voor Sjaarloos? Ja, het is zeker voor Sjaarloos, maar ook voor de stad. Dat is ook een landelijke pilot. Er zijn dus ook een stuk of 5 steden die klimaatneutraal worden. En we hebben daar ook subsidie voor gekregen van de regering. Voordat we de hele stad duurzaam maken, beginnen we op Heijplaat. Oké, dank u. Okay.